ik begrijp niet, als ik zeg maar man zou zijn die betaalt voor seks, dan ga ik naar de hoeren of ik laat een vrouwtje thuiskomen. Maar snappen jullie dit? Ik snap dit niet. Het is wel een stuk goedkoper, als man zijnde, zeg maar. Als vrouw zijnde. Ik denk dat we het even moeten vragen. Ja? Nee, ik snap het wel. Er zijn een man die al het lef heeft. Zo'n schermpje zo. Maar een man die het lef heeft, die zeg maar, het geld ook ervoor heeft om naar de hoeren te gaan. Die gaat al over een bepaalde drempel heen. Maar er zijn heel veel mannen, denk ik, die gewoon het lef niet hebben om naar de hoeren te gaan. Het heel intiem doen, die misschien een hele slechte relatie hebben, die dan de enige uitvlucht hebben, is iets heel intiems, wat niemand weet, is voor die webcam dingen te doen. Dat geheim. Want je moet wel leffen om naar de hoeren te gaan. Ja, maar dat dan voldoende gevoel geeft dat jij dan echt opgenomen wordt. Het is die prikkel en dat contact met die vrouw aan de andere kant. Ik bedoel, en maar goed dat het er is. Toch? Ja.